Dus burgemeester, ik weet niet of je klaar bent om erin te dienen. Ik weet niet, is de burgemeester hier al? Heeft iemand hem al gezien? Ja, ik zou anders voorstellen, als het goed is, Alain, dat jij begint misschien met je presentatie voor het MOVE-overleg. Dan kunnen we daar al mee starten. Ja, oké, Dank bedankt. u wel. Ik zal de presentatie opstarten. Is Ik dat weet niet oké, of de. burgemeester? Ik zie dat u er ondertussen bent. Is het oké dat we starten met het MOVE-overleg of bent u met uw eigen punten? Nee, het is goed. Mag starten Nee. met MOVE-overleg. Voilà, ja, Oké. we zien uw beeld, Alain. Ja, dank u wel. Een kleine 50-tal dossiers. Met betrekking tot het MOVE-overleg. We gaan beginnen op Regio West, Sint-Andries-Sint-Michiels. Een eerste dossier betreft een gunstig advies om in Hertselde 24, sorry, excuseer, ik ben één dossier te ver al. Tergistensteeg 182, de parkeerplaats voor personen met een handicap te verwijderen. De aanvrager destijds is ondertussen overleden. Er is eveneens gunstig advies van de Stedelijke Raad. Dus men gaat de parkeerplaats daar supprimeren. Er is eveneens gunstig advies om in Hertselde 24 de parkeerplaats voor personen met een handicap te supprimeren. De aanvrager is er niet meer woonachtig. Er is eveneens gunstig advies van de Stedelijke Raad. Eveneens gunstig advies om ter Tarrouwtesteenweg 89 een parkeerplaats voor personen met een handicap aan te brengen. Betrokkenen voldoet aan de voorwaarden en deze plaats zal bijdragen aan zijn comfort en het sociaal leven van betrokkenen. Er is eveneens gunstig advies van de Stedelijke Raad. Dan is er ongunstig advies om ter Tarrouwtesteenweg 191 een parkeerplaats voor personen met een handicap aan te brengen. Dit is een aanvraag in functie van de huiskamer, een woning waar drie personen met een handicap woonachtig zijn, dus niet voor het algemeen nut gevraagd. De woning beschikt over een garage, doch deze is ingericht als een berging voor fietsers. De drie bewoners beschikken niet over een voertuig en naast de woning is een doorlopende straat waar men perfect kan halteren voor het ophalen van de bewoners zonder enige verkeershinder. De Stedelijke Raad vraagt een parkeerplaats aan de overzijde van huis nummer 191. Maar verkeerstechnisch lijkt het ons niet opportun om de drukke Tarrouwtesteenweg te dwarsen en is het veiliger om gebruik te maken van de doodlopende straat die u hier ziet naast de woning. Er zijn tevens ook twee parkeerplaatsen voor personen met een handicap op 90 meter afstand van deze woning. MOVE adviseert om dus geen plaatsen aan te leggen voor private praktijken op de openbare weg, omdat dit tevens een voorgaande zou zijn voor heel wat andere aanvragen op het brugsgrondgebied. Er is gunstig advies om in de Witte-Beerstraat 9 een parkeerplaats voor personen met een handicap aan te brengen. De aanvrager voldoet aan de voorwaarden en deze plaats zal bijdragen aan zijn comfort en sociaal leven. Eveneens is er gunstig advies van de Stedelijke Raad. Er is ongunstig advies om ter Alfons Wibolaan 19 parkeermaatregelen in te voeren in functie van het in- en uitrijden. Betrokkenen meldt dat hij tijdens voetbalwedstrijden niet kan in- en uitrijden als er voertuigen geparkeerd worden tegen de inrij. Uit de rijproef is evenwel gebleken dat, mits het nemen van de nodige rijbewegingen, de inrij toch vlot kan worden gebruikt. Ik hoop dat het filmpje bij iedereen start ondertussen. Ja, het start. Je ziet dus ook een hele brede inrit waar betrokkenen over beschikt.
Daar gaat de eerste kegel al. Ook het inrijden kan vlot gebeuren zonder dat er bijkomende maatregelen moeten getroffen worden. Dus ongunstig advies om in de Alphons Wibolaan daar parkeermaatregelen in te voeren in functie van het in- en uitrijden van de inrit. Er is gunstig advies om in de Lievenbouwstraat 11 parkeerverbod in te voeren in functie van het in- en uitrijden van de vrachtwagens die aan de Laat-en Loskaai moeten werkzaamheden uitvoeren. Wanneer voertuigen parkeren tegen aan de inrij, kunnen vrachtwagens in achteruit de inrij moeilijk indraaien. Verkeerstechnisch stellen we voor om 7 meter parkeerverbod in te voeren vanaf de openbare verlichtingspaal tot aan de inrij van de laadkolom om het manoeuvreren van vrachtwagens daar vlotter te laten verlopen. Er is ongunstig advies om in de Pastoriestraat 27 parkeermaatregelen te nemen in functie van de inrij. Betrokkenen wensen aan beide zijden van de inrij 1,5 meter parkeerverbod om zijn garage te kunnen verlaten. Mits de nodige rijbewegingen is er ook voldoende ruimte om de inrij te verlaten. Aan de eigenaar werd uitvoerig uitgelegd hoe hij de juiste rijbewegingen moest uitvoeren, doch uit de rijproef bleek dit echter niet zo evident te zijn voor betrokkenen. Ook betrokkenen uit de garage laten rijden. Een beetje met hetzelfde resultaat. Dus ongunstig advies om ter Pastoriestraat 27 parkeermaatregelen te treffen. Er is gunstig advies om in Sint-Ewoudstraat 35 de late loszone daar te supprimeren. Deze parkeermaatregel was er destijds gekomen in functie van het leveren van goederen met vrachtwagens bij de toenmalige firma. De firma's die er ondertussen zijn gevestigd hebben echter geen nood aan een late loszone. Door deze maatregel kunnen opnieuw 2 parkeerplaatsen worden ingepland op de plaats waar nu een late loszone is. Dan gaan we naar de regio Oost, Assenbroek en Sint-Kruis. Het is ongunstig advies om ter Baron de Zetelaan 144 een parkeerplaats voor personen met een handicap aan te brengen. De aanvrager betreft het restaurant Sprout, daar rechts gelegen. Er is gunstig advies van de Stedelijke Raad. Er is in de buurt een apotheek en een krantenwinkel. De Stedelijke Raad stelde voor om een plaats voor kort parkeren daar te plaatsen. Doch, indien het niet mogelijk is, dan een plaats voorbehouden voor personen met een handicap. De dienst mobiliteit laat echter weten dat er reeds een plaats is voor kort parkeren aan de overkant van de Baron de Zetelaan ter hoogte van de krantenwinkel. Kort parkeren in functie van een restaurant en een café is echter niet opportuun. Voorbehouden plaats voor personen met een handicap in het algemeen nut aan een krantenwinkel of een apotheek zou een voorgaande zijn tevens voor vele andere handelszaken in Brugge. Dus ongunstig advies om daar een voorbehouden plaats aan te brengen. Er is eveneens ongunstig advies om ter Baron Zetelaan 302 een voorbehouden plaats voor personen met een handicap aan te brengen. De medische toestand van betrokken is ernstig, doch er werd niet aan de voorwaarden voldaan. Betrokken beschikt eveneens over een garage achteraan de woning, zoals u hier op het plan kan zien. De garage is ook aan 2 zijden bereikbaar. Er werd tevens advies ingewonnen bij de Vlaamse Waterweg, die wegbeheerder is van de toegangsweg langs het kanaal. Deze hebben ons meegedeeld dat deze toegangsweg steeds bereikbaar zal zijn, ook na de aanleg van de eventuele nieuwe Steenbruggebrug. Tevens
betreft het inplanten van een parkeerplaats voor personen met een handicap op de Barren Zettelaan, dat betrokkenen telkenmale twee rijstroken zou moeten dwarsen naar zijn woning. Er is een veilige oversteekplaats op 60 meter van zijn woning. Doch dit is te ver voor betrokkenen. Dus de garage gebruiken lijkt ons de veiligste oplossing. Tevens betreffen de parkeerplaatsen daar parkeerplaatsen in Visgraat, wat maakt dat het parkeren voor persoon met een handicap zeker niet ideaal is bij het in- en uitstappen van het voertuig. Tevens laat het AWV ons weten dat bij de heraanleg van deze zone in het kader van de nieuwe Steenbruggenbrug alle parkeerplaatsen die daar nu gelegen zijn ook zullen verdwijnen. Dus ongunstig advies om daar een parkeerplaats aan te leggen. Het is ongunstig advies op de Moerkerksesteeweg een parkeerplaats voor personen met een handicap aan te brengen. Betrokkenen voldoet niet aan de voorwaarden en beschikt tevens over een garage. Eveneens ongunstig advies van de Stedelijke Raad. Gunstig advies om in functie van de Paradijsstraat 14 een parkeerplaats voor personen met een handicap aan te brengen. Betrokkenen voldoet aan de voorwaarden. Deze plaats zal bijdragen aan het comfort en het sociaal leven van het ganse gezin. In de Paradijsstraat is echter geen mogelijkheid om deze plaats aan te brengen. Vandaar dat we voorstellen om deze plaats aan te brengen in de Sportstraat 49. Dat is recht tegenover de woning, huis nummer 14, gelegen op een tiental meter van de woning. Het is tevens gunstig advies van de Stedelijke Raad. Gunstig advies om ter Schaakstraat 14 een parkeerplaats voor personen met een handicap aan te brengen. Betrokkenen voldoet aan de voorwaarden en deze plaats zal bijdragen aan zijn comfort en sociaal leven. Eveneens gunstig advies van de Stedelijke Raad. Ongunstig advies om in de Vestingstraat 9 de voorbehouden plaats voor personen met een handicap in te perken door de parkeerbeperking in tijd af te schaffen. Deze beperking van maandag tot vrijdag van 7 tot 19 is er de tijd gekomen na overleg met de buurt, ook omwille van de hoge parkeerdruk. Er is eveneens ongunstig advies van de Stedelijke Raad om die beperking op te heffen, dus de toestand blijft ongewijzigd zoals ze nu is. Ongunstig advies om ter Driekoningenweg 59 het bestaande parkeerverbod uit te breiden over een afstand van 10 meter. Hierdoor gaan twee parkeerplaatsen verloren. Dit is in functie van het in- en uitrijden van grote vrachtauto's die leveren aan het meubelbedrijf Consortio. Dit bedrijf geeft een toegang aan de achterzijde van de inrij gelegen tussen huis nummer 54 en 56. Er is reeds aan beide zijden van de inrij 5 meter parkeerverbod, als ook 3 meter parkeerverbod aan de overzijde van de straat. Doch de eigenaar beweert dat dit niet voldoende is om in te rijden met grote voertuigen. Tijdens ons plaatsbezoek deelde de eigenaar echter mee dat de eigenaars hun bedrijf wensen te verkopen en dat het aanbieden van een vlotte toegang en een Lada loszone de verkoop zeker ten goede zou komen. Dus momenteel wachten we af om te kijken welke nieuwe functie er eventueel daar gevestigd wordt om dan eventueel een andere beslissing te nemen, maar voorlopig ongunstig als het is om daar aanpassingen te doen. Gunstig advies om ter Gemene Weideweg Noord, de hoogte van het kruispunt met de Polderstraat, een voorrang van doorgang in te voeren op de brug over het Zuidervaartje. De brug is te smal voor één richting, voor dubbelrichtingsverkeer, vandaar dat er vaak auto's neus aan neus stonden om de brug over te rijden. Verkeerstechnisch stellen we voor om de Gemene Weideweg Noord voorrang te geven op de voertuigen komende van de Polderstraat, dit omwille van de zichtbaarheid. Dus aan de ene kant van de brug wordt een bord B21 geplaatst. Een bord B19 wordt geplaatst aan de zijde van de Polderstraat. Gunstig advies om ter Malhoeklaan 70-72-74 tegenaan de inrij bouwkundig links het gelegen plantvak daar uit te breiden ten einde het parkeren tegenaan de inrit te voorkomen. Nu kunnen kleine voertuigen, zoals op de foto te zien, zich nog net parkeren, waardoor er weinig zicht is op het aankomend verkeer. De bedoeling is om dat plantvak, net zoals aan de rechterzijde, uit te breiden, zodat de in- en uitrij de nodige zichtbaarheid verleent op de voertuigen die op de openbare weg passeren. Ongunstig advies om ter Moerkerkse Steenweg 469 bijkomende parkeermaatregelen te nemen in functie van de zichtbaarheid bij het in- en uitrijden.
Betrokkenen kan de uitrit steeds verlaten, doch er parkeren zich vaak lichte vrachtauto's tegen aan de oprit, waardoor de zichtbaarheid volgens de betrokkenen op het fietspad en de rijbaan minder is. Dit is echter bij veel opritten langs invalswegen het geval, waardoor het parkeerverbod invoeren verkeerstechnisch niet opportun is. Betrokkenen stalt tevens ook haar voertuig niet op de oprit, maar in de zone voor haar toegangsdeur. Een navraag bij de bevoegde diensten hebben ook getoond dat deze zone eigenlijk niet verhard mocht worden, maar als voortuin moest ingericht worden. Dus ongunstig advies om daar parkeermaatregelen te treffen. Gunstig advies om ter Wantestraat 87 een verdrijvingsvlak aan te brengen in functie van de inrij daar. Uit de rijproef blijkt dat de eigenaar van de woning de inrij niet kan verlaten met zijn lichte vrachtwagen. Verkeerstechnisch stellen we dan ook voor om het verdrijvingsvlak aan te brengen op de parkeerstrook ter hoogte van nummer 87 tussen de inrij en het plantvak aan nummer 85. Ik stel hem dus voor om daar een verdrijvingsvlak aan te brengen, zodanig dat betrokkenen genoeg kan overdraaien met het voertuig om achteruit uit de uitrij te kunnen manoeuvreren. Regiocentrum. Er is ongunstig advies om ter Bilkske 68 een parkeerplaats voor personen met een handicap aan te brengen. Er is hier geen concentratie van winkels of openbare instellingen. Deze vraag werd gesteld in functie van de tandartspraktijk die daar gevestigd is. Er is eveneens ongunstig advies van de Stedelijke Raad. Gunstig advies om ter 11 juli straat 20 de parkeerplaats voor personen met een handicap te verwijderen. De aanvrager is overleden. Er is eveneens gunstig advies van de Stedelijke Raad. Ongunstig advies om ter Oude Hentweg 130 een parkeerplaats voor personen met een handicap aan te brengen. Aanvrager beschikt niet over een wagen en ook aan de andere beoordelingscriteria werd niet voldaan. Eveneens ongunstig advies van de Stedelijke Raad. Er is gunstig advies om ter Baliestraat 90 parkeerverbod in te voeren ter hoogte van de voordeur van de woning. Bewoonster verplaatst zich met een scooter voor mensen met een beperking en met een rollator. Vaak kan zij de woning niet verlaten omwille van geparkeerde voertuigen voor haar deur. We stellen voor om een parkeerverbod in te voeren door middel van hele onderbroken strepen over een afstand van 1,5 meter, zodanig dat betrokkenen steeds op een vlotte manier haar woning kan betreden of verlaten. Gunstig advies om ter 11 juli straat, en dit in overleg met de bewoners daar, een aantal hele strepen bij de huisnummers 25, 27 te verwijderen en de hele strepen bij huisnummer 7 te verplaatsen naar de andere kant van de garage. Op bepaalde locaties zijn hiernaast de inrij hele strepen aangebracht om het in- en uitrijden makkelijker te maken. Dat gebeurde echter toen het inrichtingsverkeer nog anders was georganiseerd. Sinds men verplicht is om in de 11 Julistraat van de Klaverstraat naar de Koningin Elisabethlaan te rijden en niet langer omgekeerd, staan de strepen op bepaalde locaties aan de verkeerde kant van de inrij of zijn zelfs overbodig geworden. Vandaar dat we overgaan tot ofwel het supprimeren of verplaatsen van een aantal heel onderbroken strepen, wat maakt dat er ook twee parkeerplaatsen worden bijgecreëerd in deze straat. Gunstig advies om ter Grauwerkerstraat 9 een dwarsstreep op de parkeerstrook aan te brengen, bouwkundig rechts van de inrij op een afstand van 1,5 meter van de poort. De garage loopt schuin ten opzichte van de rooilijn, waardoor de vrije ruimte te krap is als voertuigen tot tegenaan de poort parkeren. We hebben hier eveneens een rijproef uitgevoerd.
We stellen voor om links van de garage daar een dwarsstreep te trekken, zodanig dat betrokkenen meer ruimte heeft om schuin uit zijn garage te rijden en zo de openbare weg op te rijden. Gunstig advies om ter Koningsstraat 7 de parkeerstrook af te bakenen door middel van een dwarsstreep aan beide zijden van de garages. Dit in functie van het in- en uitrijden. Na een rijproef blijkt de ruimte te smal wanneer voertuigen tot tegenaan de poort parkeren. Verkeerstechnisch stellen wij voor om bouwkundig links van de garages parkeerstrook af te bakenen met een dwarsstreep op een afstand van 2,5 meter van de poort en bouwkundig rechts op 1,5 meter van de poort. Dus de ene zijde en de andere zijde, zodanig dat de twee garages vlot kunnen verlaten worden. Gunstig advies om per Kroonstraat parkeerverbod in te voeren tegenover de Haagse parkeerplaatsen. Wanneer voertuigen parkeren, is het moeilijk om de Haagse parkeerplaatsen te verlaten. Verkeerstechnisch dient er een vrije ruimte van 6 meter achter de Haagse parkeerplaatsen voorzien te worden. Wanneer zich daar voertuigen parkeren, is er slechts 4 meter meer over. Dus stel voor om parkeerverbod in te voeren vanaf de woning 18 tot huisnummer 28. Bij de originele ontwerptekeningen was dit parkeerverbod ook ingetekend, doch om onbekende reden zijn die borden dan nooit geplaatst. Dus we vragen gewoon een regularisatie van de toestand zoals die eigenlijk in het ontwerp reeds voorzien was. Gunstig advies om ter Kwekersstraat 48 een verdrijvingsvlak aan te brengen over een afstand van 1,5 meter. Bewoner gebruikt een rolstoel en kan met die rolstoel niet draaien op het trottoir, waardoor hij de woning niet kan verlaten. Betrokkenen doet ook 3 keer per week bezoek op ziekenvervoer ten einde zich naar het ziekenhuis te begeven en ook dat brengt de nodige moeilijkheden met zich mee. Er is eveneens gunstig advies van de stedelijke raad die tevens vraagt aan de cluster openbaar domein om de boordsteen voor de voordeur te verlagen. Gunstig advies om het bestaande parkeerverbod ter hoogte van Mortierstraat 58 tussen de inrij en het kruispunt met de Schouwveerstraat met 3 meter in te korten. De heel onderbroken strepen hebben hun nut verloren en hebben ook geen nut meer om het in- en uitdraaien in de straat te faciliteren. Op deze manier wordt er 1 parkeerplaats bijgecreëerd in de Mortierstraat. Ongunstig advies om in de oude zak 38 de oversteekplaats voor voetgangers te supprimeren ter hoogte van de school. De school laat weten dat dit nog steeds hun hoofdingang is voor bezoekers en leerlingen onder begeleiding van de leraar of hun ouders. En zij wensen dan ook de oversteek te behouden. Dus de oversteek in de oude zak blijft behouden. Gunstig advies om te Roosendaal ter hoogte van 64-66 parkeerverbod in te voeren ten einde het vlot in- en uitrijden in de garage te faciliteren. Er is daar een tuinbedrijf gevestigd en betrokkenen manoeuvreert vaak met aanhangwagens in en uit zijn poort. Bij al die aan de overkant voertuigen geparkeerd staan, brengt dit de nodige moeilijkheden met zich mee. Betrokken is zeer vaardig in het manoeuvreren met zijn aanhangwagen, doch het is zeker niet evident om die poort daar met een aanhangwagen te verlaten, zeker niet bij het inrijden, zoals u straks zal kunnen zien, als u deze achterwaarts moet inrijden.
stellen dus voor om verkeerstijdens het parkeerverbod aan te duiden door middel van een bord E1 over een afstand van 8 meter aan de overkant van de straat, waardoor het in- en uitrijden zal vergemakkelijken. Gunstig advies om in de Sint-Clara-straat, hoogte van huis nummer 41, parkeerverbod invoeren in functie van het uitdraaien uit het Maagdendal. Wanneer grote voertuigen in de Sint-Clara-straat parkeren ter hoogte van nummer 41, is er hinder bij het in- en uitrijden komende uit het Maagdendal. Parkeerverbod zal worden aangeduid door middel van een bord E1. Gunstig advies om ter Sint-Kieliskoorstraat 15. Parkeerverbod aan te brengen ter hoogte van de voordeur over een afstand van 1,5 meter door middel van een hele onderbroken streep. Bewoner is afhankelijk van een rolstoel en kan vaak de voordeur niet uit omwille van geparkeerde wagens. Ook het ziekenvervoer die de bewoner komt ophalen heeft problemen tot de toegang van de voordeur. Dus vandaar dat we voorstellen om door middel van 2 hele onderbroken strepen de toegang tot de voordeur altijd te garanderen. Gunstig advies om ter stationsplein ter hoogte van de Witte Muur, die de rijbaan scheidt van de standplaatsen voor taxis, een parkeer- en stilstandsverbod in te voeren. Wanneer alle taxistandplaatsen bezet zijn, staan taxis toch stil op deze plaats, wat de nodige moeilijkheden veroorzaakt voor de bussen van de lijn. Vandaar dat we het stilstand- en parkeerverbod gaan signaleren door middel van een bord E3. Gunstig advies om ter Steenoversdijk 2 en 3 parkeerverbod in te voeren in functie van de belevering van Hotel Die Zwane. Ter hoogte van nummer 3 zijn er kelderluiken die noodzakelijk zijn voor de belevering van het hotel. Deze luiken, als ook de toegangsdeur van het pand, zijn vaak niet toegankelijk omwille van geparkeerde voertuigen. Tevens vraagt de uitbater op de hoogte van nummer 2 ook parkeerverbod in te voeren in functie van de zichtbaarheid van het hotel en het halteren van taxis en leveranciers. In de huidige situatie plaatst het hotel reeds bloembakken ten einde de kelderluiken en de hoteltoegang te vrijwaren van voertuigen. En momenteel is ook al parkeerverbod ter hoogte van nummer 1, 4 en 5. We breiden nu het parkeerverbod verder uit vanaf nummer 2. Hierdoor verdwijnen er wel 3 reguliere parkeerplaatsen. Gunstig advies om in de Werkstraat 127... 2 paaltjes te plaatsen op de parkeerstrook, op 1,5 meter van elkaar, in functie van het verlaten van de woning. Betrokkenen bezitten een scooter voor personen met een beperking, maar als daar voertuigen geparkeerd zijn, kan betrokkenen met zijn scooter niet op de rijbaan. De scooter staat momenteel op het voetpad, doch is ook hinderlijk voor passerende voetgangers. Dus verkeerstechnisch stellen wij voor om 2 paaltjes te plaatsen, zodat betrokkenen steeds met zijn scooter de woning kan bereiken. Dan de regio Noord als afsluiter. Ongunstig advies om in de Brusselstraat 36 een parkeerplaats voor personen met een handicap aan te brengen. Betrokkenen voldoet niet aan de voorwaarden en er is eveneens ongunstig advies van de Stedelijke Raad. Eveneens ongunstig advies om in de Genuastraat een parkeerplaats voor personen met een handicap aan te brengen. Betrokkenen voldoet niet aan de voorwaarden en is tevens in het bezit van een garage, eveneens ongunstig advies van de Stedelijke Raad. Ongunstig advies om ter Sint-Pieters Noordstraat een parkeerplaats voor personen met een handicap aan te brengen. Betrokkenen heeft eveneens een garage waar hij voor en in kan parkeren, eveneens ongunstig advies van de Stedelijke Raad. Ongunstig advies om in de Tijl-Uilenspiegelstraat 59 een parkeerplaats voor de persoon met een handicap aan te brengen. Betrokkenen voldoet niet aan de voorwaarden en beschikt eveneens over een garage, eveneens ongunstig advies van de Stedelijke Raad. Gunstig advies om ter Zwankendammestraat 25 de parkeerplaats voor personen met een handicap te verwijderen. De aanvrager is overleden. Gunstig advies van de Stedelijke Raad. Gunstig advies om in de Kanunik-Loggestraat 8 parkeerverbod in te voeren voor de ingang van het buurthuis De Zwiermolen. Dit betreft een huis met een sociale functie. Wanneer voertuigen voor de toegangsdeur parkeren, kunnen rolstoelgebruikers het buurthuis niet betreden. Verkeerstechnisch stellen we voor om een heel onderbroken streep aan te brengen over een afstand van 3 meter voor de ingang.
Gunstig advies om in de Slachthuisstraat 18 een verdrijvingsvlak aan te brengen tussen het fietspad en de N-rij. Op deze zone staan vaak voertuigen geparkeerd, wat tevens een gevaar inhoudt voor de fietsers die daar tevens een chicanebeweging moeten maken. Dus vandaar aanbrengen van een verdrijvingsvlak, zodat de zichtbaarheid verhoogd wordt en er geen voertuigen meer het fietspad dienen te dwarsen. Er is gunstig advies om in de Vaartstraat, tegenaan het kruispunt met de Sint-Pieterskerklaan, rijstrookverdeling aan te brengen over een afstand van 20 meter vanaf de verkeersgeleider. Nu is het toegelaten dat voertuigen zich net voorbij de bocht parkeren en daardoor is onvoldoende zicht voor voertuigen die vanuit de Sint-Pieterskerklaan komen en de Vaartstraat indraaien op het tegemoetkomend verkeer. Door de markeringen kan er niet meer geparkeerd worden en kunnen voertuigen rechts ten opzichte van de rijrichting blijven, wat de gevaarssituatie opheft. En als laatste dossier, Zwaanhofstraat 1214, gunstig advies om parkeerverbod aan te brengen aan de ingang van Kaathemgoed. Vaak parkeren zich daar voertuigen ter hoogte van de ingang van het domein. De bewoners van huis nummer 14 ondervinden dan moeilijkheden om hun inrij te bereiken. Vandaar voorstel om de zone recht tegenover de woning parkeerverbod in te voeren om het in- en uitrijden te vrijwaren. Stel dus voor om parkeerverbod daar in te voeren, recht in over de N-rij, zodat de betrokkenen steeds rechtuit zijn N-rij kan verlaten om zo op de openbare weg te komen. Dat waren alle dossiers wat betreft het MOVE-overleg. Oké, bedankt Alain. Het was een hele boterham. Het was uitgebreid, ja. Bedankt voor je moeite. Ik zie geen vragen daarover. Dus burgemeester, dan starten we met uw punten naar punt 1. Bedankt. Je zult te zien hebben dat er ongeveer 10 kegels van de politie kapot gereden zijn. Ja, kan dat daar tegen eigenlijk? Ja. We gaan een verhoging van de dotatie vragen. Oké. Okay. En punt, bedankt Alain. In punt 1 wordt u het kastnazicht op 31 maart en op 30 juni ter goedkeuring voorgelegd. Nee, het is eigenlijk op punt 1 is het op 31 maart en in punt 2 is het kastnazicht op 30 juni dat wordt voorgelegd. Het is een feitelijke situatie, de kas van de politie. In punt 3 wordt er voorgesteld om 1 motorfiets, zeg maar een moto, aan te kopen ter vervanging van een afgeschreven voertuig in gevolg de gebruikelijke slijtage. Dat is dus een moto BMW R1250RT. Punt 4 gaat het over de aankoop van een interventievoertuig. Voorstel is een Volkswagen Transporter in gevolg gebruikelijke slijtage en wordt aangekocht via het raamcontract van de federale politie. En in punt 5 wordt u voorgesteld om 4 elektrische fietsen aan te kopen die verdeeld worden over de verschillende regio's van de politiezone. Er wordt geopteerd voor fietsen van het merk Velo de Ville. Die worden aangeboden via het raamcontract van de Vlaamse overheid, waarbij de levering zal plaats hebben in het politiehuis. En in
punt 6, dat hebben we gehad. Dat is de kennisname van het MOVE-overleg van 23 augustus, waarin al deze punten worden goedgekeurd. In punt 7 wordt gevraagd de goedkeuring te willen verlenen aan de subsidieovereenkomst met de provincie West-Vlaanderen voor het mondiaal partnerschap met onze zusterstad in Eboloa in het zuiden van Cameroen, waarvoor we over een periode van 3 jaar een bedrag van 60.000 euro zouden ontvangen. Dus 20.000 euro per jaar. En daarmee zal het traject in Eboloa en Brugge rond duurzame cacao en chocolade verder ondersteund worden. Akkoord? Ja. In punt 7 wordt... Nee, in punt 8 bedoel ik. Ja, punt 8. Wordt u het resultaat voorgelegd van de onderhandelingen en het voorstel van aanpak van de meerprijzen voor het museumproject Brusk, bron- en deelprojecten? Dit is uiteraard, dat is altijd natuurlijk een beetje vervelend, omdat nadat het in het Scheepcollege is geweest, de pers daarop springt om te zeggen, bon, wat is er daar goedgekeurd? Eigenlijk gaat het hierover dat... wij hebben natuurlijk met de firma Sid Blaton Real Estate Development hebben wij in 2021, u weet dat, een design and build overeenkomst afgesloten, waarbij dat we zeggen, bon, zij gaan uiteindelijk het geheel bouwen, en ik zeg nu zomaar uit mijn hoofd, voor 28,5 miljoen euro. Uiteindelijk zijn die werken gestart. En de firma Sid Blaton zegt ons of stelt ons op een bepaald moment in de breek op. Ze zeggen, ja, kijk, dit kunnen wij niet meer aan deze oorspronkelijke prijs doen. Let op zoveel zaken, de stijging van de lonen, maar ook stijging van de energieprijzen die een enorme invloed hebben, ook op de prijs van beton en van metaal. Dus wij kunnen dit niet meer voor deze prijs doen. Oorspronkelijk hebben wij in het college gezegd, ja, bon, we zitten toch met een design en beeld, dat is toch tegen een vaste prijs. Nu, er is dan gebleken dat het eigenlijk niet zo is, dat de aanbevelingen van de kanselarij van de eerste minister werden uitgestuurd, waarbij dat men duidelijk stelt dat men moet in constructief overleg gaan om een oplossing te vinden voor de uitzonderlijke prijsstijgingen als gevolg van de oorlog in Oekraïne, de stijgende energieprijzen en dergelijke meer. Dus ook voor het geval van dus het feit dat wij dus een design- en beeldformule doen. We hebben dan eigenlijk advies ingewonnen bij een drietal advocatenkantoor, waarbij dat ze eigenlijk alle drie tot de bevinding zijn gekomen dat wij inderdaad tot in overleg moeten treden met de firma Sid Blaton om dus tot een aanpassingsformule te komen van deze aanbestedingsprijs. U weet dat in normale aanbestedingen, als je gewone aanbesteding doet, en we komen dat nu hele dagen tegen in de wegenwerken en in de bouwwerken, als je normale aanbesteding doet, is er in de wet op de overheidsopdrachten een prijsherzieningsclausule vervat. En deze vonden wij dat die niet kon toegepast worden op de voorliggende situatie, gelet op die design en beeld. Er is, en ik kijk in eerste instantie naar Steve de Mulder, die samen met de advocaten onderhandel heeft met Sid Blaton. En uiteindelijk hebben wij in laatste instantie dan ook Schepen, Mercedes van Volsheim en ikzelf samen met Steve de onderhandelingen gevoerd, waarbij dat er een overeenkomst is bereikt, waarbij dat 25% van de prijs ongewijzigd blijft. Dus daar is er geen indexatieformule op van toepassing. Ik zeg het zomaar uit mijn hoofd, 35% is gebonden aan loonindexering en 45% op materialen. Dat is dus nu de formule van de loon of op de aanpassing van de prijs. Dus 25% blijft fix, 35% afhankelijk van loonindexering en 45% afhankelijk van materialen. Dit is wat wij nu voorleggen aan de gemeenteraad. Voorstel van aanpak van de meerprijzen rond het museumproject. Dan vraagt men natuurlijk, ja, hoeveel zal dit uiteindelijk in meer kosten? Een eerste raming zegt dat dit makkelijk tussen de 5 en de, in het slechtste geval, een 8 miljoen euro zou kunnen bedragen. Dus dan nemen we gemiddeld een 6 miljoen euro als meerprijs voor het geheel. Maar bon, dit is een beetje koffiedik kijken, omdat wij wel weten dat bijvoorbeeld lonen, ja goed, lonen gaan niet dalen. Hè. Lonen
We hebben de loonindexering gehad van ongeveer 10% het voorbije jaar. Dus dat is iets dat vaststaat. Wat de materialen betreft, daar is meer onzekerheid. Zullen de prijzen van beton, van energie, van ijzer, zullen deze dalen of nog stijgen? Ja, dat weten wij niet. Dus dat is dan afhankelijk daarvan. Dus we denken eigenlijk een eerbaar voorstel aan jullie te kunnen voorstellen als resultaat van die onderhandelingen rond meer prijzen voor het museumproject. Steve, is er een toelichting? Heb ik, wou je nog aanvullen wat ik zie aan je? Nee, je hebt dat op zich zeer goed gedaan, burgemeester, zoals altijd. Een kleine correctie, dat ik wel, maar je hebt het uit je hoofd gezegd en ik heb het voor me liggen. Dus in die zin is het niet eerlijk. Maar de percentages zijn in die zin anders. In plaats van 35-45 zijn we uiteindelijk geland op 33-42. Ah ja, klopt. Taal, per materiaalprijzen 42% en de lonen 33%. In de gangbare prijsherzieningsformule zit je eigenlijk met een 40-40-20. We hebben er hier bewust voor gekozen om ook de 20 op te drijven naar 25. Dus dat wil zeggen dat, zoals dat je aangaf, 25% van bedrag. En het gaat natuurlijk, het is hier de wet van de grote getallen, hè. Dus hoe meer dat je kan vrijstellen, dat scheelt aanzienlijk. Dus dat was geen gemakkelijke onderhandeling. En de 40-40 hebben we ervoor gekozen om van lonen naar 33 te gaan. Omdat we daar, zoals dat je aangeeft, geen wijzigingen verwachten. Maar wat... Ik ben kwijt. Ja, je micro valt uit, Steve. Ben je me nu? Ja. Ja. Oké, excuseer. Wat de materiaalprijzen hebben we iets hoger gelegd, omdat we daar eigenlijk ook wel verwachten, dat is de verwachting binnen de sector, dat die prijzen opnieuw wat zullen dalen, of toch minstens niet zullen stijgen. Dus dat zijn allemaal dingen die meegenomen zijn in het verhaal. En we leggen hier eigenlijk ook de bijakte voor, waarvan de prijsherzieningsformule één element is. Maar zoals in de nota staat, zijn er nog een aantal andere aspecten die we onmiddellijk ook regelen met de aannemer. Met name ook een akkoord over de BIS-vorderingsstaten. Dat we zaten lange tijd in discussie, waardoor dat we ook de meerkosten consequent gewijzigd hebben. Maar daar hebben we nu ook een akkoord over. En ook een akkoord dat de stad daar zeker geen... interesten of verwijlinteresse moet op betalen. Dus dat zit er ook mee. Dus we vermijden daarmee ook wat dat betreft problemen. De openstaande verrekeningen hebben we ook een voordelig voorstel bekomen. Rond de timing en de planning hebben we ook een bevestiging en een rond de verdere werkwijze. Dus het is eigenlijk wel een globaal pakket die in de bijakte vervat zit, die nu ter goedkeuring voorgelegd wordt aan de gemeenteraad. Ik zie eerst een opmerking van Stefan Sintobin in de chat. Hey, Brad, ze hebben lonen en materialen. Ah, voilà, Stefan. Misschien wel jezelf. Sorry, ik dacht dat je ja. Die pot had. Misschien eerst. Ik ben wel een beetje verrast dat de burgemeester zegt, het was design en beeld. Wij konden niet voorzien dat die vordering of die meerprijs er zou aankomen. Ik vind dat een beetje vreemd dat jullie dat zeggen, dat jullie dat niet wisten. Twee, het gaat natuurlijk niet om peanuts. Hey. Het gaat om 6 miljoen euro extra. Dat is toch wel een heel bedrag. En drie, inderdaad, de lonen zullen blijven stijgen en de materialen zullen blijven. De kostprijs van materialen en dergelijke energie zal misschien ook nog stijgen. Dus dat betekent eigenlijk dat we in de toekomst nog dergelijke zaken gaan moeten goedkeuren. Waar dat er nog meer geld zal gevraagd worden, of waar er nog een oplag zijn. En dat wil ik het nog niet hebben, maar ik weet niet hoe dat technisch in elkaar zit. Dat in de komende jaren, of ja, in de tijd dat Brus gebouwd wordt, een collega van Tichem zal moeten tussenkomen om de verrekeningen die er nog gaan bijkomen. Dus ik vrees een beetje dat het, ik hoop dat het hierbij blijft, maar ik vrees dat of de kans bestaat dat dit zal ontsporen en dat we met nog miljoenen euro's extra zullen worden opgezadeld. Dat is een beetje mijn bekommernis. Eerst en vooral, maar Steve kan zeker aanvullen, waarom waren we eigenlijk een beetje overtuigd dat die design en beeld, dat zo'n goede formule was waarbij dat we met een vaste prijs zaten? Ik verwees graag naar het BMCC, waarbij dat we eigenlijk in een zeer gunstige periode dat hebben kunnen bouwen. En waarbij dat er eigenlijk quasi geen loonindexering was,
maximum 2% in heel de periode van de bouw. En waarbij dat er ook geen spectaculaire stijging was van de kostprijs van de materialen. En daardoor hebben wij aanbesteed voor 40 miljoen euro. En uiteindelijk zijn we geland op 40,5 miljoen. En die 5 miljoen, of die 0,5 miljoen, is dan nog door bijbestellingen die wij zelf gedaan hebben. Dus eigenlijk hadden wij ook gedacht op het moment dat we brusk in de markt hadden gezet. Bon, we hebben hier een prijs en dat is de vaste prijs. Maar dus dan bleek eigenlijk, en we hebben daarvoor gezegd, we zijn niet over één nacht ijs gegaan of ijs van één nacht. Eerst en vooral is er dus een duidelijke aanwijzing vanuit de kanselarij van de eerste minister. Die zegt, nee, allee, dat mag je niet zo doen, vasthouden aan deze prijs. En bovendien hebben we dan eigenlijk meerdere advocatenkantoren, zowel uit Brugge als uit verdere streken van Vlaanderen, geïnformeerd of geraadpleegd en gevraagd, ja, wat is jullie mening daarover? En zij zeggen, ja, bon, je moet absoluut met die aannemer rond de tafel gaan zitten, want er is een overmachtssituatie, een dermate grote stijging van prijzen, van lonen en materialen, kon men op het moment van de aanbesteding niet voorzien. Steve? Ja. Ook de juiste chronologie van de feiten moet zien. Dus het bestek conform BMCC is opgemaakt en goedgekeurd door de gemeenteraad in mei 2019. 2019, een andere wereld. Ik denk dat we het daar allemaal over eens zijn. Dus we gingen er dan volledig vanuit dat de situatie ging blijven zoals dat die is. En ook wettelijk, eigenlijk ben je wettelijk verplicht, want dat is een beetje de moeilijkheid aan dit dossier. Er wordt nu over gesproken alsof dat het zeer abnormaal is, maar wettelijk is eigenlijk verplicht om een prijsherziening in je bestek op te nemen. Dat is eigenlijk een wettelijke verplichting voor opdrachten, zij het nu wegenbouw of andere gebouwen, vanaf een bedrag van 120.000 euro. Dat is wetgeving. We zien daar eigenlijk als stad een uitzondering op, heel gemotiveerd en heel dikke bestekken, die ook door de gemeenteraad goedgekeurd worden, waarin dat wij zeggen, voor een design- en beeldcontext passen we geen prijsherziening toe. Dus dat is al geen evidentie, maar inschrijvers weten dat als ze beginnen. Dus dat is de context. Normaal is het, staat dat standaard in elk bestek, je kan dat nakijken. Dus meestal wordt dat hier niet aan bod gebracht, omdat het in het bestek staat en dat wordt gewoon meegerekend. Maar dus we zitten in 2019, een offerte is opgemaakt in 2020, ook nog net binnen coronapandemie, de gunning begin 2021, en dan heb je oorlog Oekraïne. We hebben eigenlijk een opeenvolging van crisissen. En nee, in 2019, bij de opmaak van het bestek en het goedkeuren van het bestek, kon ik, en dat is je eerste punt, niet inschatten wat allemaal ging gebeuren. Ik denk dat er weinigen hier, als het niet zo is, konden inschatten dat er en een coronapandemie ging komen en dat er een oorlog ging zijn in Oekraïne en dat de prijzen gingen stijgen van alles. Dus nee, we konden dat... hebben met de formule zoals het in het bestek staat, kunnen we eigenlijk bijna alles ondervangen. En BMCC heeft dat aangetoond. Maar nu hebben drie onafhankelijke advocatenkantoren gesteld van de feiten zijn dermate onvoorspelbaar, zowel voor de overheid als voor de firma's, dat je eigenlijk als overheid eraan gehouden bent om de werkelijke kosten te vergoeden. Dus dat is... juist bekeken, 19 tot 23. We hebben eigenlijk anderhalf jaar onderhandeld om daar tot de meest gunstige oplossing te komen voor de stad, die ook juridisch aanvaardbaar was. In de wetenschap, als we niet tot een akkoord kwamen, dan werd het een rechtszaak. We hebben daar heel dichtbij gezeten. Maar dan heb je het risico om de volle 100% van de werkelijke kosten te moeten betalen. En dat is voor de stad nog veel slechter. Dus als we hier naar de rechtbank gaan, en we hebben eigenlijk drie advocatenkantoren die zeggen van eigenlijk ga je verliezen, Stad Brugge. Ja, dan is het eigenlijk soms beter om een goed akkoord te onderhandelen dan een slecht vonnis af te wachten, die voor de belasting... Dus eigenlijk doen we hier in essentie niets anders dan in elk ander project, en dat is niet enkel bij Stad Brugge, bij alle overheid of bij elke overheidsinstantie, zij het nu Vlaams of federaal, bekijk elk dossier. En ik wil gerust dan nog naar een bereik terugkomen. En overal, in elk dossier, of particulier, als jullie keuken veranderen, en je hebt een offerte van 2019, dan ga je niet meer hetzelfde betalen in 2023. Ik wens het jullie toe. Maar ik denk dat je allemaal het erover eens bent dat het niet het geval zal zijn. Dus
we doen hier eigenlijk hetzelfde als in elk bouwdossier, met die verstande dat we eigenlijk een betere prijsherzieningsformule uit de brand gesleept hebben dan de hangbare prijsherzieningsformule die wettelijk verplicht is. Maar eigenlijk is het normaal. Als je daar iets gegund hebt, ja, dan moet je dat toepassen en de wetgever bepaalt dat eigenlijk. Micro. Word je niet meer stief. Voorzien de omstandigheden. Ja, ja, maar opnieuw, als ik misschien nog... Opnieuw, hè. Ja, ja, maar ik Stefan, heb uw argumentatie goed begrepen. Sorry. Ik kan ze, okay. Als ik nog even mag, voorzitter. Tuurlijk, Stefan. Ik heb de argumentatie, Steve, wel goed begrepen. Het is ook geen verwijt naar u toe. Hè. U laat het een beetje uitschijnen als de schuld bij u zou liggen. Dat is absoluut mijn bedoeling niet. Maar het gaat wel over 6 miljoen euro natuurlijk. Hè. Dat mogen we niet vergeten. En mijn bekommernis, en daar gaat het mij eigenlijk over, als ik dat zo een beetje begrijp, mijn bekommernis is dat in de toekomst dat er nog een stijging mogelijk is. Als de prijzen, de lonen, de materialen, de kostprijzen nog stijgen, mijn vraag is eigenlijk, betekent dit dat er dan een opnieuw een herziening komt en dat er opnieuw een meerprijs komt? Kan dat nog dan? Nee, dat kan tot in het oneindige feitelijk. De verhoging kan alleen maar volgens die formule die nu afgesproken is. Ja, he. Dat is voor de rest van de werken. He. Dat het kan nog verhogen. Formule, maar het kan als essentie ook zakken. Pak dat de lonen terug. Nog een keer met 10 of met 15% zouden stegen. En de materialen nog een keer met 10 of 15% stegen. Ja, dan gaan we uiteraard nog met de bijkomende verrekening zijn. Maar momenteel is het zo, Stefan, dat in alle werken... zowel aan gebouwen als in wegenwerken, wij allemaal met verrekening zijn. En dat is gewoon door de wet op de overheidsopdrachten die de prijsherzieningsclausule voorzit. Collega Van Tien kent daar alles van. Dus, Nee, maar uiteraard, daarvoor Heert heb ik het ook zeer goed proberen uit dat op zich ook Heert als hier zeker zal kunnen beamen dat dat ook in andere dossiers de hangbare manier van werken is. Het belangrijke hierbij is, Stefan, dat we nu een afspraak gemaakt hebben tot het einde van de werken. Ja, oké. Okay. We zullen zien. Oké, okay, bedankt. Ik kon lep lezen. Excuses, daardoor heb ik mijn dat excuses, nu vertaald. Hoor. Nee. ik zit blijkbaar slecht. Ik zit Mijn excuses. Het is niet zo'n goede verbinding, maar we hebben uw argumentatie. Nee, of een nieuwe headset. Maandelijks wordt dat aangepast. Ja, maar we zijn aan het besparen nu, Stefan. Ja. Oké. Okay. Ik geef nou het woord aan Paul van Dries. Ja, voorzitter, burgemeester, collega's. De meeste punten die ik wil vragen zijn beantwoord na de vragen van collega Sintobin. Dus de rest gaat wel in de gemeenteraad. Maar ik wil toch een beetje mijn ergernis. U bent ermee begonnen, burgemeester, over zo'n belangrijk dossier, dat we dat eerst in de gazetten moeten lezen. Allee, dat gaat. Waarom is dat nu godverdikke niet mogelijk van dat ernstig te nemen in een brek? En dan, wij lopen altijd achter de feiten aan. En dat is luister, voor een raadslid... echt niet aangenaam, raadsleden, ik zijn er hier veel onder ons, die echt hun werk maken van, en telkens moeten wij daarna fietsen. Eigenlijk zeggen we dan, regel het dan zelf, hè, als we het in de gazetten moeten lezen. Nee, Paul, voor alle duidelijkheid, we hebben daarover, en je mag dat nagaan, geen enkel perscommunicatie verspreid, hè? Niks eerst erover verspreid. Wat gebeurt er gewoon? Wij hebben het niet verspreid. Nee. Ik heb het niet verspreid. En nee, wij ook niet. Wat gebeurt er wanneer dat komt in het scheepcollege? En wanneer het verslag van het schiemcollege is goedgekeurd, is het openbaar. Zowel voor gemeenteraadsleden als voor de pers. En dan, er zijn een aantal persmensen in Brugge, niet te veel, die grondig werk doen. En die zitten achter hun computer en die zitten het verslag van het schiemcollege uit te pluizen. En die bellen dan en zeggen, jawel, wat is er nou juist gebeurd? En ze kunnen alle beslissingen zien. Hè? Zoals jullie het kunnen zien, kan, dat is de wet op de openbaarheid van bestuur, wij moeten, eenmaal dat het verslag van het CIEM-college is goedgekeurd, is het openbaar. En dus journalisten bijna daar vragen over te stellen. Dus dat is niet... Natuurlijk. Allee, je mag dat, echt waar, je mag de persdienst vragen. Er is geen enkele persnota daarover naar buiten gaan. Nee? We zouden natuurlijk kunnen zeggen, burgemeester, dat je niet reageert op die persmensen die u dan opbellen. En zeggen dat is voorbehouden voor de gemeenteraad. Ja, en wat gaan ze dan schrijven? Ja, nou, wat gaan ze dan schrijven? Ze schrijven nu al van alles en nog wat. Maar collega Van den Dries heeft gelijk natuurlijk. Hè. Er zijn nog tal van voorbeelden. Ik heb dat in het verleden ook al een paar keer, maar dat is eigenlijk een politieke discussie. Ik heb dat in het verleden ook al een paar keer nagehaald. Hè, dat soms beslissingen van het college worden gelanceerd
via de media. En meestal is dat net voor een gemeenteraad. En dan komen daar interpellaties op. Maar dat is natuurlijk vegen na Pasen, zou ik zeggen. Hè. Het debat is gevoerd in de pers. En ja, wij mogen dan nog ja of nee, of wij mogen goedkeuren of afkeuren, en dat is het. Het mandaat van een gemeenteraadslid wordt ondergraven. Daar kan ik Paul van den Driessen volledig in volgen. Dat is een discussie voor op de gemeenteraad. Oké, ik geef nog even het woord aan Geert van Tichem. Ja, dank u wel. Goedenavond, collega's. Nu, ik stel vast dat die discussie hier met die firma Sid Blaton al dateert van april 2022. Dus de startschot is een brief van blijkbaar van 26 april 2022. En dan ook gevolgd door inderdaad advocaten. En dan een nota, lees ik ook, van 27 juni 2023. Maar al die stukken werden niet toegevoegd aan het dossier. En ik vind dat wel jammer, want dat is in feite de essentie van het verhaal. Wat heeft de firma die dato april 22 juist vertaald aan de stad Brugge? En wat werd er vertaald door de advocaten in de nota van 7 juni 23? Die stukken werden niet toegevoegd aan dit dossier. Kan dit dan nog voor ons in alle transparantie toegevoegd worden? Dan is het antwoord wat mij betreft uiteraard, ja. Want ik heb niet de gewoonte om een dossier niet volledig te maken. Volgens mij is het allemaal met gekoppelde besluiten, Heert. Ik denk dat elke nota waar ik naar verwijs met de link in Edison staat, gekoppeld besluit. En de brieven waarnaar je verwijst zitten, behouden ze nu vergissing, toch echt wel in bijlagen? Of kun je digitaal terugvinden, als je op de link klikt, alle stukken zitten overal bij. Maar goed, mocht er één niet bij zijn, burgemeester, geen enkel probleem, alles is uiteraard ter Paul, dan ga ik op zoektocht natuurlijk, hè. Maar ja, die staat wel niet in het raadsbesluit. En ja, oké, wij zitten niet elke dag in die collegebesluiten te zoeken. En nee, maar in het raadsbesluit... Het loopt al anderhalf jaar, die discussie, hè. En ik denk wij zijn gestart met het eerst oorspronkelijk het been stijf te houden. Ik herinner me de eerste keer dat er in het college gekomen is, dat iedereen zei, verwijzend uiteraard naar het BMCC. Design en beeld, dat is toch tegen vaste prijs. Hè? Dat is de eerste opmerking die gemaakt is in het college. Dan is er gezegd, er is een omzendbrief van de kanselarij van de eerste minister. Die zegt, omwille van de uitzonderlijke omstandigheden moet je toch doen. We hebben dan echt waarheid, een eerste advocaatkantoor, een tweede advocaatkantoor en een derde advocaatkantoor onder de arm genomen om te zeggen, wat klopt er nu? Wat moeten we nu aanpassen of niet? En uiteindelijk zijn we tot de conclusie gekomen na deze adviezen dat we niks anders kunnen dan uiteindelijk in onderhandeling gaan met de betrokken firma om tot een sluitende of een goede formule te komen. Dat klopt. Heert, het KB dateert van 2013. Hè. Mag ik u even opmerken? Ja, het gaat over het artikel 38.15. Het KB van 14 januari 2013, dat is dus al 10 jaar geleden, die inderdaad stelt, als je onvoorziene omstandigheden hebt in hoofde van de opdrachtnemer, dat je kunt zo'n discussie meemaken. Dus het is niet de huidige... het is al 10 jaar oud, dus wat we meemaken is niet, bestaat al 10 jaar. Is eigenlijk al gekend en je hoeft daar ook geen 3 advocaten voor te raadplegen, denk ik. Staat letterlijk in de wetgeving. Toch wel, want we dan toch een keer in de wetgeving. De wet op de overheidsopdrachten voorziet gewoon een herzieningsclausule. Je kunt dat nog een keer... Ook in de wet op de overheidsopdrachten staat er nog een keer, in uitzonderlijke omstandigheden kan dus nog een hogere vergoeding worden toegekend dan deze voorzien in de wet op de overheidsopdrachten, de normale clausule. Hè. Dus wat wij meegemaakt hebben met BMCC, dat was, iedereen zei, prachtig die formule, we hebben een aanbesteding, we hebben de prijs en het resultaat na 2 jaar bouwen is nog altijd dezelfde prijs. Dat is grandioos. Dus u begrijpt dan ook dat we eigenlijk dan toch wel als bestuur, en ik denk dat dat eigenlijk als een voorzichtig bestuur is, niet onmiddellijk gezegd hebben, we gaan hier nu een keer zoeken naar een formule, hoe dat we dat hier kunnen aanpassen. Waarom zou anders de kanselarij van de eerste minister daar intussen gekomen zijn om te zeggen, jongens, dit is hier niet meer normaal. Hè? Door de Oekraïne-oorlog en de energiecrisis, de enorme prijsstijgingen, moet je dan toch wel als openbaar bestuur terug rond de tafel gaan zitten met de aannemer om tot een goede formule te komen. Dat is eigenlijk wat men vanuit de kanselarij heeft gezegd. We hebben dan nog gezegd, dat is geen wet, hé, dat is geen decreet. Dus wij willen dan toch wel een keer weten, moeten we dat nu doen of niet? Daarom hebben we dus die advocaten geraadpleegd om ons te
om ons te adviseren wat we moeten doen. KB spreekt over onvoorziene omstandigheden, inderdaad. In 2013 was er nog geen Oekraïne-crisis, dat klopt. Voilà. Ja, maar dat gaat over 2013, vooral duidelijkheid. Ja. Ja, maar dat is de wet op de overheidsopdrachten. Ja, oké, okay, ja, voilà. Ja. Maar dat is de essentie van het verhaal hier. Hè. Ja. Nee, je hebt de wet op de overheidsopdrachten die een herzieningsclausule voorziet en dan nog een keer de mogelijkheid in geval van uitzonderlijke omstandigheden, hè, dat is het eerste. Maar dan heb je anderzijds de design- en beeldformule, waarbij dat wij een lastenboek maken zonder herzieningsclausule. En eigenlijk duidelijk stellen, dit is als je een prijs insteekt, dat is de prijs voor wie dat je moet leveren. Hè? Dus dat is een beetje, als je een auto koopt en je tekent een contract en je is van die prijs, dan veronderstel je dat die wagen zal geleverd worden aan die prijs, ook al komt dan, zeg maar later, ja maar ja, onze leverancier of de fabrikant vindt dat het moet duurder zijn. Nee, we willen het eigenlijk aan dezelfde prijs. Als particulier zou je dat ook doen. Dus zegt de kanselarij van de eerste minister en zeggen de advocaat, nee, eigenlijk moet je kijken naar wat ook op de wet op de overheidsopdracht staat, dat in uitzonderlijke omstandigheden de prijs toch moet kunnen herzien worden. Ja, klopt. Oké, voilà. Dan kunnen we dat punt afronden en daar is nog punt 9, burgemeester. Punt 9, daarvoor roep ik de hulp in van Stefan Lambrecht die hier aanwezig is. Dat is de halfjaarlijkse opvolgingsrapportering. Dat is een heel dik boek. Waarbij dat eigenlijk de stand van zaken wordt weergegeven. Stefan. Micro, Stefan. Ja, ja. Oké. Okay. Ja, sorry. Burgemeester, ik heb een heel korte presentatie en ik ga er snel doorgaan, gezien het gevorderde uur. Het klopt inderdaad, ik hoop dat jullie mijn scherm zien, ja. Er 2 maal per jaar gerapporteerd wordt op het meerjarenplan. Dit is iets dat wettelijk voorzien is en eigenlijk ook wel goed voor onze stadadministratie en ook voor de politici, waar dat we eigenlijk een stukje rapporteren naar de stand van zaken. Maar voor ons is dat ook een belangrijk moment om een stuk bijsturing te doen van de actieplannen die er zijn. We vertrekken uiteraard vanuit de 19 beleidsdoelstellingen die er zijn. Die worden bij ons vertaald in 61 tactische doelstellingen en 371 actieplannen die allemaal in het meerjarenplan staan. En wij rapporteren op die actieplannen, maar niet op alle actieplannen, enkel op de prioritaire, dus op 239 actieplannen. En waar dat iedere dienst dus minstens 1 indicator koppelt aan die actieplannen om aan te geven, zijn de resultaten daar rond gehaald, ja of nee? Alle informatie, we werken met het programma ORBA, jullie waarschijnlijk ondertussen gekend, waar alle informatie rond die indicatoren wordt in opgenomen. Diensten kunnen daar nog een stuk toelichtingen geven en daaraan koppelen wij ook de financiële gegevens en dat vormt dan inderdaad die dikke boek, namelijk het opvolgingsrapport, waar je eigenlijk iedere keer 2 luiken hebt, namelijk een stand van zaken van de indicatoren. En wij werken met een drietal soorten indicatoren, dus stuurgetallen die afgezet worden ten opzichte van een doelwaarde, bijvoorbeeld klantentevredenheid. Men zegt van oké, we willen minstens 80% van de klanten tevreden klanten. Wel, we gaan dat daar tegenover gaan afstellen. Maar ook gewone kengetallen, die geven wel een getal mee, maar ja, die moet je dan wat interpreteren in de tijd. Of wat dat we eigenlijk ook heel vaak hebben, zijn gewoon beschrijvende indicatoren, omdat we het ook wel een stukje leesbaar willen maken voor de mensen, waarin eigenlijk een stand van zaken gegeven wordt van de indicatoren. Daarnaast bieden we ook een zicht op de financiële gegevens. In de halfjaarlijkse rapportage is dat natuurlijk altijd een beetje moeilijk, omdat soms worden uitgaven vooral in de tweede helft van een jaar gedaan. Het is maar een zicht op de helft van het jaar die wordt gegeven. Maar ook daar kunnen diensten wel aangeven waarom dat de realisatiegraad van de budgetten eigenlijk laag is of hoog is. Dus al deze informatie wordt dan eigenlijk samengebracht in 1 rapport, die dan het opvolgingsrapport is dat we aan jullie voorleggen. Voilà, ik zie geen vragen. Dat was inderdaad kort en bondig. Zijn er vragen, collega's? Nee, voilà. Dank u vriendelijk voor uw toelichting. Bedankt. Graag gedaan.
Bedankt, burgemeester. Dan gaan we nu over naar de punten van Schepen-Blondrak. Goedenavond allemaal. Ja, ik ben er. Goedenavond. Er is beslist om dit jaar een toelage te voorzien aan de Republiek. En dat is voor het organiseren van DocFest, het documentaire festival. Dat moet uiteraard toegevoegd worden aan bestaande conferenten, bestaande overeenkomst tussen de stad en de Republiek. Het gaat over een bedrag van €7.500. En ik vraag, of wij vragen straks de gemeenteraad, de goedkeuring om dat toe te voegen aan het convenant met de Republiek. Dat is het eerste dossiertje. En het tweede dossier gaat over de beheersovereenkomst met de batterie over de periode 23-25. Jullie weten dat de batterie bij Vlaanderen een dossier heeft ingediend voor werkingssubsidies. Ze hebben dat goedgekeurd gekregen. Ze krijgen nu jaarlijks €209.000. Dus tot en met 2027 is dat. Maar de batterie vraagt ook aan de stad een werkingstoelage van €20.000. En als je nu zou vragen waarom €20.000, wel, dat bedrag is gelijk eigenlijk aan wat andere organisaties krijgen die erkend zijn binnen het kunstendecreet. Het college heeft op 3 juli dit jaar de aanvraag goedgekeurd. En uiteraard, gezien het subsidiekader, moet de beheersovereenkomst nu worden voorgelegd aan de eerstkomende gemeenteraad. Het volgende punt is eigenlijk een puur administratieve zaak. Dat is de toelage van Hafa Brugge. Hafa is de organisatie die om de 3 jaar op de markt in Brugge harmonieën en fanfares en dergelijke samenbrengt. Het gaat over een toelage van €3.000. Er is een vergissing gebeurd. De toelage was destijds niet ingevoerd bij de opmaak van het oorspronkelijke meerjarenplan. En nu passen we dat in feite aan, zodat die mensen hun geld krijgen. Het volgende punt gaat over het kunstwerk dat wij gaan zetten op de rotonde als je de haven van Zeebrugge binnengaat. Dat is een verhaal dat eigenlijk al ruim een jaar terug gaat. Vorig jaar heeft de Vlaamse overheid de subsidie toegekend van €60.000 voor dat project. Op de rotonde aan de Baron de Marelaan, dus voor dat kunstwerk waarbij de stad Brugge optreedt als projectcreator en coördinator. En er zijn ook een aantal andere partners. En we hebben uiteindelijk een ontwerpwedstrijd gehouden. Er zijn een aantal kunstenaars weerhouden. En uiteindelijk is Paul Cazaar gekozen met het ontwerp Tide Bell als de meest interessante keuze. En nu komt voor de gemeenteraad de goedkeuring voor de overeenkomst met Paul Cazaar met zijn BV BARN Barn Studio is dat. En dan heb ik nog één puntje voor de bibliotheek. Dat gaat over de Openbare Bibliotheek Brugge, die dus, dat is al lang een feit, nood heeft aan een nieuw systeem voor de registratie en beheer van de erfgoedcollecties. Dat gaat onder meer over de drukken, oude drukken, het gezellenarchief, handschriften, noem het verder maar op. En we willen eigenlijk gaan naar een soort cloud-oplossing, waarbij beelden kunnen uitgewisseld en ontsloten worden. En daarin voorzien we ook dat andere diensten, en dat gaat in Brugge dan specifiek over bijvoorbeeld het stadsarchief, hiervan zullen kunnen gebruik maken. En we vragen ook aan de gemeenteraad dus de wijze van gunnen, want daar gaat het in dit geval over, via de mededelingsprocedure met onderhandelingen goed voor het ontwikkelen van een beheerssysteem voor die documentaire erfgoedcollecties. Dat is een mondvol. Het gaat ook over serieuze bedragen, maar je moet ook rekenen, het gaat over een periode van 12 jaar. De totale kostprijs wordt geraamd op 1,185 en nog wat miljoen euro. Dat is verdeeld tussen bibliotheek, €190.000 investering en bijna een half miljoen exploitatie, maar dus over 12 jaar. En stadsarchief, €40.000 investering en een kleine €500.000 exploitatie over uiteraard ook 12 jaar. En dat zijn, Sandrine, mijn punten. Dank u wel. Vanavond. Ik zie geen vragen. Dus dat was het. Bedankt, Schepen. En dan, burgemeester, laten we nog een paar puntjes voor de gesloten zitting.